Ben jij een bevoegde leerkracht en ben je geïnteresseerd in ICT? Of ben je in het bezit van een VOS-diploma? Dan is de opleiding ICT in Education op LO of MOA bachelor niveau wat voor jou. Geachte heer minister, geachte mevrouw Levens, geachte genodigden, maar vooral beste junior collega's. Mijn naam is Wim Mees en ik geef les aan de opleiding van leraren in België aan de Peekzel Hogeschool te Hasselt. Maar eveneens ook aan de opleiding ICT in Education bij jullie in Suriname. Spijtig genoeg moet ik jullie toespreken via deze videoboodschap vanuit het koude België. Ja, en ik geef heel eerlijk toe, ik was veel liever, net als vorig jaar, samen met jullie aanwezig in deze prachtige zaal, ja, om samen met jullie het schooljaar te openen. We hebben met het hele team, samen met jullie, een jaar hard gewerkt. En kijken er dan ook naar uit om terug het schooljaar 2015-2016 samen met jullie aan te vatten. Ik ben professor Tom van Wing, werkzaam in Brussel, maar helemaal verknocht en mama's Renan. Ik kom hier al een achttal jaren. En ja, ik voel me Surinaams, ik voel me Belgisch, ik voel me wereldburger. En ook in die zin werk ik mee aan initiatieven en projecten die mensen verbinden over heel de wereld. In dit geheel ben ik een van de mede-initiatiefnemers en curriculumontwikkelaars van een brand new idee. Een heel hedendaagse opleiding die vernieuwend wil zijn. Die ook opnieuw mensen wil verbinden, vertrouwen schenken aan leerkrachten. Die leerkrachten eigenlijk ook gaan ondersteunen. De primaire taak eigenlijk om met de kinderen Suriname tot ontwikkeling te brengen. Ik ben degene die het vaak in een breder perspectief bekijkt. Naar de communities, je hebt het binnenland, de stad, elk kind is anders. En een beetje in de traditie die we wel kennen in België. Je hebt ook actoren zoals VVOB. Je hebt het mooie initiatief dat nu is gegeven door de Amerikanen samen met de Europeanen. Proberen we eigenlijk Suriname mee te ondersteunen in een meer hedendaagse aanpak van onderwijs, van ontwikkeling. In my life, I've never met a group of students so motivated, so caring, so thoughtful of each other, whether they are older teachers or younger teachers. I want the students to become more confident about their environment in Suriname and then be able to identify important problems that are staring at them and then try to see how they can use both education and technology, put it together and try to actually solve a problem that will impact the entire society. Ik ben Marcel Breinburg. Ik volg de opleiding ICT in Education. Momenteel ben ik tweedejaars student en ik kan meegeven dat deze opleiding heel interessant is. Ik ben Nathalie Jaart Lobo en ik ben ICT student tweedejaars op het IOL. Abigail Sotodrono en ik ben tevens student van ICT for Education. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat ik hou van onderwijzen. Het is prachtig te zien hoe hetgeen je iemand hebt geleerd uiteindelijk een positief effect heeft in de persoon zijn leven. En daar komt deze opleiding dan goed van te pas. Omdat je nieuwe strategieën wordt aangeleerd, een different mindset, om uiteindelijk je onderwijs effectiever over te brengen. The next year is what I think of as the implementation phase. Now they have all the necessary tools. So it will be now to see how they actually take these tools and apply it to the real world. To actually solve important problems in the society. Soms stellen die buitenlandse professoren zo van die rare vragen, hè, die niet onmiddellijk gaan over leermiddelen of technieken. We vragen gewoon van wat denk je dat belangrijk is voor een kind, hè, in zijn omgeving. En dan krijg je echt van die diepe antwoorden. Een leerkracht blijkt ook moeder te zijn of oom te zijn. Een leerkracht blijkt inzichten te hebben in hoe een gemeenschap werkt. En dan krijgen we dus van die rijke rich answers. En daarnaar zijn we ook wel voor een stukje op zoek. Antwoorden die eigenlijk de verschillende elementen van wat een kind nodig heeft als opvoeder verbinden.
die spraken me aan en soms momenten van blijdschap, maar ook van ontroering. Ik heb ook studenten gezien die zeiden, eindelijk dankzij deze opleiding voel ik me gewaardeerd. Die daar emotioneel over werden, die zeiden, ik heb terug een plaats in de samenleving. Ik heb terug feedback van mensen, dialoog, uitwisseling. Jullie bevestigen wat ik denk en ook dus heel dat stukje vertrouwen in de leerkracht, als dat naar boven komt, dat raakt me dan wel, ja. Als leerkracht biedt ICT je de mogelijkheid om je leerstof te variëren. En als je je leerstof kan variëren, bijvoorbeeld door middel van een filmpje, door middel van een foto, door middel van geluid, kan je eigenlijk, vooral als je je leerlingen een beetje beter kent, kan je op die manier ook rekening houden met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Sommige leerlingen moeten de leerstof zien, anderen moeten het plaatsen in een schema, weer anderen moeten een filmpje zien. Met ICT kan je de leerstof dus visueel maken. Niet iedereen is even knap. En deze opleiding gaat jou de tools geven om die kinderen te zeggen van, fouten maken is niet erg. Door fouten te maken leer je veel. Door fouten te maken kan je succes hebben. I taught two very important concepts. The first one is called design thinking. And the second one is called 21st century skills. And these important concepts help the students to become better communicators, better problem solvers, better creative thinkers, and help them to become more critical thinkers. ICT in education bied de leerkracht tools om rekening te houden met de leerstijlen van de kinderen, om de leerstof aan te passen aan de belevingswereld van de leerlingen. En we hopen dan dat het resultaat van onze schoolcijfers beter is. The innovative part about this program is the applications. And students often learn the content very well, but often they are not able to apply it to the real world. So I think the innovation in this program is to be able to take the content that they have learned and combine it with the technology and apply to the real world. In het begin kunnen ze een overvloed verwachten aan stimulansen, aan vragen van onze kant, uitnodigingen. We laten mensen stukken schrijven om te kijken hoe ze dingen zien, zodat we kunnen connecteren met de beginsituatie van de student. Wat ze kunnen verwachten, ze zouden open kunnen zijn en moeten zijn naar de vragen die we stellen. We stellen ze niet ter controle, we stellen ze net eigenlijk om samen dat pad te gaan uit te stippelen. Langs de andere kant, de intensiviteit. Praat bij je thuis, praat naar je familie, dat je even wat minder beschikbaar bent de komende jaren. Want we vragen wel best veel, maar er gaan wel verschillende werelden open. Ja. Het leuke van deze opleiding is dat het zich niet beperkt tot het onderwijs alleen. Maar je kan het ook gebruiken in het bedrijfsleven. This world, this society in Suriname, by enhancing your education, and incorporating technology into what you are learning and impacting the society. Als u leerkracht bent, is deze opleiding voor u belangrijk, omdat u met behulp van deze opleiding, bijvoorbeeld u bent geschiedenisleerkracht, met behulp van deze opleiding kan u uw les interessanter maken. Bent u geen leerkracht nog, is ICT ook heel belangrijk, omdat je dan eigenlijk direct de tools krijgt die je nodig hebt om je lessen interessant te maken. Je hoeft dan die overschakeling niet te maken van traditioneel lesgeven naar deze moderne vorm, 21ste eeuw educatie. Je krijgt het direct mee. And I believe Suriname is a leading example of a country that's embraced ICT for its teachers, because this country cares about its future and its teachers care about the children. So I hope that you will engage in something that will make substantial change for your classrooms and your communities and your country. Advies voor de beginnende student naar dit traject toe. Voor mij is het, vergeet even alles wat je hebt geleerd. Stel je terug helemaal open. Schort je vooroordelen op, je ervaringen op voor een stuk die je al hebt in het onderwijs of door onderwezen te worden. En probeer een frisse kijk te ontwikkelen. We zijn er om onze mindset te veranderen. Om eigenlijk onze attitude terug open te stellen naar wat is nu onderwijs in de samenleving. Het kind dat groeit in de samenleving. En er zijn zoveel nieuwe manieren van kijken daar rond. En daarmee kom je in aanraking.
tweede advies, wees niet bang. We zijn er om te experimenteren, te leren, te oefenen. Mislukken mag. Mislukken is zelfs nodig om echt te leren. Dat zijn zo die eerste adviezen dat ik zeg. Eigenlijk die shift van een andere mindset. Die je wel vaak ziet in belangrijke beleidsnota's of pedagogische boeken. Samen duurzaam onderwijs realiseren. Andere van die slogans, ik geloof in jou. Maar hier willen we dat in de praktijk brengen en in oefenen. Het is niet een slogan, het is een visie en een missie die doorheen je opleiding gaat. De techniciteit van de opleiding, de cognitieve uitdaging, dus wel het studeren in de opleiding, het inoefenen, het ervaren, komt daarna. Het zweet komt daarna. Maar eerst is het heel belangrijk om jezelf flexibel en open op te stellen. We sluiten niets uit van oplossingsmiddelen die we samen gaan vinden om een beter onderwijs te realiseren. Ik wens jullie via deze weg van harte een leerrijk schooljaar 2015-2016 toe en kijk er samen met het hele team naar uit om samen met jullie aan de slag te gaan. Hopelijk tot gauw en heel veel succes. Dag!